Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbond. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, het is vandaag alweer reeds zondag 30 juni 2014. En we leven om 7 minuten over 2. Ja. Als eerste wil ik mijn lieftallige dochter, waar ik heel veel van hou, maar zij niet meer van mij, helaas. Ze wil me niet meer zien, al jaren niet meer. Nee, ik weet niet eens meer welk jaar, ik geloof vanaf 2001 of zo. Ja, vanaf dat jaar geloof ik. Wil ze mij niet meer zien? Ik ben de moeder niet meer. Net zoals bij mijn zoon, ja. Mijn zoon die heb ik dan nog wel eens een keer ertussendoor gezien, maar zij dus niet. Nee, en ze speelde Zwarte Piet allemaal, alle Zwarte Pieten speelt ze naar mij toe, terwijl ze zelf geen haar bezig is, laat ik het zo maar even zeggen. Maar dat doet er allemaal nou even niet toe, nee, want ze is vandaag jarig. Hoe jong is ze geworden? Kanonisch, ze is van 1983. Ik pak mijn rekenmachine er gewoon bij, ik weet het allemaal niet meer. Het is allemaal zo lang geleden dat ze geboren is, van 1983. Dus dat is nou 2024 min 1983 is... Nee, dat klopt niet. Ik zit hier al fout te harnissen, denk ik. 1781? Nee, dat bestaat geen nieuwigheid. Hè? Ik heb altijd geleerd, je moet het jaartal eraf te rekenen. Maar dan gaat het hem niet worden. Nee, dat bestaat niet. Nou, ze is van 1983, kom op mensen. Twee, vier, 2024. Min, dat klopt niet, 1983, dat klopt niet. Ja, dat klopt wel, 41, ik heb lange nagels, ik heb verkeerd. Wat is er dus, is er vandaag 41 jaar geworden? Dus ja, lieve Annie, want ze heet Annie. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. En natuurlijk ook Karin en Harriet. Gefeliciteerd met jullie zus. Ja. Dus 41 jaar alweer. Wat gaat die tijd hard, hè? Ja, zo dan. Dus, maar in ieder geval. Ik hoop dat je een hele mooie, fijne, liefdevolle dag mag beleven met vrienden, mensen om je heen die misschien in jouw ogen wel van je houden. Ik hou ook van jou hoor, schat. Even goed wel. Ja, ik hou wel van mijn kinderen. Maar ja, er zijn kinderen die niet van mij houden. Ja, waarom? Ze geven mij overal de schuld van. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ik heb dat losgelaten verder. En ik hoop dat jij in vrede met jezelf verder kan leven. En ja, wie weet, hè, komen we elkaar ooit eens tegen. Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, daarom heb ik de slingers altijd nog hangen. Ik wil ze laten hangen tot het mijn dochter jarig is geweest. Gewoon, geef mij een goed gevoel. Ja, ik denk wel aan haar, maar zij denkt niet aan mij. Ik feliciteer haar, zij mij niet. Nee, want ze heeft geen moeder meer. In haar ogen. Dus ja, maar ook al is je moeder overleden, breng je nog een bloemetje naar haar heen. Althans, ik zet nou tegenwoordig een bloemetje hier neer, om de dood eenvoudige reden dat het op kerkhof wordt gestolen. Ja, dat dus. Maar als oma jarig had kunnen zijn, vier ik het leven met een gebakje erbij. En dan krijgt oma hier ook rozen te staan. Ja, of wat dan ook. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon, want het is bewolkt. Ik ga straks, als ik terugkom met de meisjes, het zonnescherm weer omhoog halen. En ik krijg ook vanmiddag bezoek. En of die beste meneer op
YouTube wil, dat weet ik niet, hè. Als die er niet op wil, dan vlog ik niet. Wil die er wel op, nou, dan vlog ik gewoon. Ja, zo simpel is dat. En ik moet nog even met mijn visitekaartje aan de gang, want daar moet nog even wat bij op. Ja, moet ik het weer even opzoeken waar die staat. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik had visite. Van die man die ik gisteren had aangetroffen op de dijk met een oud autootje. Een antiek autootje. En dat vind ik altijd wel leuk. Maar ja, hij had toen oude kleding aan, werkkleding. Niet echt schoon. En ongeschoren stond hij op de dijk. Maar ja, kan een keer gebeuren. Eventjes pauze qua werkzaamheden. Ja, kan gebeuren. Maar dan komt hij ook zo op visite. Hoe dan? Scheren je? En was je? Wat zie jij nou weer? Ziet er eentje wat bewegen? Weet ik ook niet wat. Wat zie jij? Ik zie niks hoor. Kiekeboel. Oh, nou dan niet. Maar in ieder geval, als jij als man zijnde bij een vrouw op bezoek gaat, dan zorg je A, dat je geschoren bent. Hij heeft ook lang haar. Dat vind ik ook niet mooi. Maar dat zit helemaal sluik om hem heen. Buiten dat om. Ken je eigen wasveren en schone kleding aan, hij had een spijkerbroek aan, dat was helemaal goor van, ja. Volgens mij als hij hem uit deed en je zet hem zo neer, bleef hij zo staan. Ik denk, jee, niks van mij. Hij heeft twee bakjes gehad en hij is weer weg. Ik heb mijn koffie zelfs nog staan, hè. Ja, ik heb mijn koffie nog zelfs staan. Ja, dus ja, dat hoeft van mij niet. Ja, ik denk, bekijk het morgen. Ja, geen optie voor mij. Nee. En hij wou ook meer. Nou, dat gebeurt ook niet. Ja, niet gelijk vandaag meteen hoor, maar hij wou dan meer. Ik zeg, ben je bij mij aan het verkeerde adres? Ik zeg, dat hoef ik niet. Nee. Zulke soort mannetjes hoef ik niet. Nee. Hij zegt, maar ja, ik heb wel een leuke vrouw ontmoet. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dat mag je zeggen. Ik zeg, maar wat jij wil, ik zeg, dat wil ik niet. Zo simpel als dat. Wat is dit allemaal? Die moet... Nou, dat ga ik even schoonmaken met een doekie. Nou ja. Waarom zetten ze de vieze ertussen? Ik weet niet. Je hebt mensen en je hebt mensen die, ja, echt smerig. Dat je dit gebruikt om op te vangen met een koekje of weet ik veel wat, prima. Maar, ja, hoe noem je dat? Zet geen vieze er weer bij tussen, weet je? En dan veeg ik het lekker met, want het hoeft niet altijd nat. Maar het moet wel even met het spoeltje even afgeveegd worden. En dat sponsje is vochtig. Ja. Want die is al nat geweest. Zo. Zo. Nou, dat droogt wel weer op. Voilà. Handdoek. Ja. Nou, dan ga ik zo meteen. Even naar het kleine kamertje toe. En ik wens jullie een hele fijne middag verder. Het is 5 uur zowat. Ik denk dat ik straks ook Mary even ga bellen. Maar ik ga eerst even naar de wc en mijn koffie drinken. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet verder van je dag. En tot later. Dag kerel. Dag kereltje. Het wordt donker, hè. Ja.
En terwijl het nog niet donker behoort te worden, hè? Nee, maar de zon is verdwenen. En vanwege de zon, dat die verdwenen is, krijgen we nou regen. Ja. Hé, meisjes? Ja. Ik zou net met ze gaan lopen, maar ik denk, ik pak de telefoon er even bij, want het wordt donker in mijn huis. Hoe kan dat? Dus ja, ga je kijken. En dan heb je een beste piek. Maar het begon al wat te spatten, want ik zag spatjes op de raam komen. Ik kreeg een natte pink. Ik denk, dat is niet goed. Maar dat is daar. Wat zegt de ander? Ja, maar het is niet grote bui hoor. Dat niet. Nou ja, groot. Hij duurt niet lang. Daarna is het droog. Dus dan gaan we gewoon daarna met de meisjes lopen. Ja, komt helemaal goed. Ik heb mijn werkzaamheden klaar op een vlog maken aan. Nou, dat heb ik ook zomaar klaar. Ik hou het lekker rustig vandaag. Ja, ik ga zo even een hapje eten. Ik heb geen zin, maar ik moet. Ja. En een bak koffie erbij. Word ik weer wakker van? Ha, jongens. Ja, ook een goed idee. Wakker worden. Ik ben wakker hoor. Maar ja. Ik zat zo bezig, ik heb Facebook gedaan en ik heb mijn vlog van vandaag gedeeld op Facebook. Facebook zelf heb ik helemaal gedaan. Ik heb gekeken, maar ik kan wel weer kijken, maar ik denk het niet. Gmail. Nee, Karin heeft mij niks doorgestuurd, dus helemaal top. Helemaal top. Ja. Dus ja, dan kan ik vanavond desnoods 2 maken van mezelf. En ik heb een lekkere wachtrij al van een aantal, dus het komt helemaal goed. Ja, want we zullen het beleven. De meisjes leggen nou lekker op de bank. Ik had ze naar buiten, maar Elwing die draaide er weer om en die kwam al binnen. Rijker gaat op de grond zitten. Ik denk, ja, het begint al te regenen. Binnenkomen, maar ik zie nou ook niks meer. Maar ik zag er net ook zelfs op vallen. Het is alweer weg ook, maar het moet ook verder nog komen. Het waren gewoon de voorboden van we gaan regenen. Ja, het is ook best donker. En daar zit meneertje Kandalf op de armleuning van de stoel. Hé hey Kandalf, Kandalf. Hi kerel. Hey schat. Mooi. Is het zo? Is het zo, man? Ja, hè? Ja, je bent lief hoor. Ja. Je bent oh zo lief. Ja, hij zeurt niet. Eventjes gaat hij zeuren. Wil hij bij de deur, wil hij eruit. Maar ik wil niet dat hij over die schutting heen gaat. En dat vertrouw ik nog niet. Dan moet ik echt de deur open houden. Daar was het vandaag te koud voor. Het was zeg ik 18 graden. Nou zie ik daar 17 staan. Morgen stuifmeel. Wat heb ik met morgen te maken? Morgen is morgen pas. Daar staat 16 graden nu. Oké. Gaan we even hier kijken. Dan moet hier laden. 17 en het voelt als 17. Ja, het is niet warm hoor. Ook aan de voetjes niet. Nee. Ik denk dat ik straks naar boven ga om mijn panty aan te doen. Weet je wel? Ja. En misschien ook wel sokken en mijn laarzen. Ja, kan best onder die broek. Broek is lang zat, dus dat kan best. Maar in ieder geval, ik ga eerst een hapje eten en een bakje koffie erbij. En dan zeg ik tegen jullie een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van alles. Geniet met wat jullie gaan doen, of willen doen, of moeten doen, of weet ik veel wat. En heb elkaar lief en geef liefde en ontvang liefde ook naar vreemde mensen op straat. Goedemorgen. Oh nee, het is avond. Goedenavond. Leuke jas hebt u aan. Wauw, waar heeft u die vandaan? Of weet ik veel wat. Dat is ook liefde geven, hè? Iemand complimenteren en ga heen en vermenigvuldig je. Maar niet in mijn huis. Doe dat buiten. Wat doe je binnen? Heel, heel klein. Vliegie, maar heel snel. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, wees lief.
En dat doe je ook al met complimenten aan elkaar te geven. Ja, ook al mag je ze niet of wat dan ook. Maakt niet uit. Wees gewoon lief. Ja toch? Ik zou zeggen, geniet en tot later. Daar zit een veldmuisje of een ratje, een klein ratje. Ik zag het verschil even niet. Maar ik denk eerder een veldmuisje. De dames die zagen hem. Of haar. Koppie. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. Zal wel niet. Door die gras spritten. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval. Ik denk dat het een veldmuis is. Nee. We gaan door. Ja, lieve vrienden, het is al heel erg laat. 2:42 maandagochtend. Ja, ja. Ik heb net de telefoon opgehangen met Karin. Er is weer heel wat gebeurd. Ja. Zover ik weet heeft Roderick, mijn schoonzoon, mij geblokt. Omdat meneer niet tegen de waarheid kan. Ja, wie kuil graaft voor mijn dochter, die valt er zelf in, aangezien dat ik mijn dochter help. Ja, en haar steun. Ik hou niet van dat meneer, tenminste meneer, dat er iemand, überhaupt wie, of het nou een meneer of een mevrouw, of het nou mijn schoonzoon of mijn dochter is, maakt geen reet uit. Ik hou er niet van dat men tegen mij ligt. En ik heb het door als iemand tegen mij liegt. Ja, en hij loog. Dus ja, hoe dan, hè? En dan haar zwart maken, et cetera. Ja, dat, ze hebben de best een flinke ruzie. En er is er ook nog eentje, daar ging iemand anders, die ik niet kan, die zich er ook mee bemoeid heeft. En daar schijnt mijn lieftallige schoonzoon voor te kruipen, laat me zeggen. He, dan wordt hij bang, laat me zeggen. En nou is hij ineens tegen Karin via wat is FB Poes lief. Maar hij schijnt mij geblokt te hebben. Nou ja, moet hij weten dat hij me blokt? Dat boeit me niet eens. Nee, maar ik laat niet mijn kind zo behandelen, omdat ik beter weet wat er gaande is, laat ik mijn kind toch geen eens zo behandelen. En ik weet het niet alleen van mijn kind, ik weet het gewoon van het algemeen, omdat het mijzelf gezegd is door meneer zelf. Dus ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, dat buitenkijf, ik ga mijn bedje opzoeken, want ik ben moe. En de meisjes zijn ook moe. Eentje legt er hier lang uit en waar die kleine meid is, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Wel legt mijn kleine kereltje ook achter mij. Hé, Kandalf? Ja, vind ik ook. Lekker slapen. Daar ligt die grote meid. En ik denk zomaar dat Rijka, ja, die weg in de box, ik ken niet verder, want Elwing was in de weg, 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 maar die ligt op de speelgoedbox. Hè? Ga zo naar bedje toe, hè. Tjonge, nog en toe, dat lijkt daar. Wees zo lui. Ach, ja, het moet allemaal kunnen. Haal jij je pootjes toch eens even terug? Ja! Oh ja?
Nee, niet op schoot. Nee, niet op schoot. Dan kan ik straks niet meer staan. Moet maar niet. Nee. Dus ja, lieve vrienden. En ja, ik weet meer dan mijn liefies. Want ik, mijn gevoelens, hoe noem je dat? Mijn spirituele gevoelens, die beginnen steeds beter en beter te werken. Plus, ik heb hier even het doosje, want ik heb de kaarten op tafel leggen. Ik had even kaarten getrokken voor Karin. Wat die zeggen. En ja, dat zegt genoeg. Ja. Dus, ik ben niet achterlijk. De kaarten die hebben mij geholpen om te kijken of ik gelijk had. Nou ja, ik heb gelijk. Dus, maar in ieder geval, ik ben daar nog net pas mee begonnen. En ik weet het natuurlijk niet allemaal uit mijn hoofd. En dat zal ik ook wel niet meer kunnen leren. Ik doe het allemaal via dat boekje. En ja, dat gaat gewoon perfect. En ik heb het allemaal voorgelezen aan Karin. En ik had 8 kaarten voor de getrokken. En wat ze ermee doet, ja, dat moet ze zelf weten. Dat zijn gewoon adviezen. Ja, je kent gewoon... Nee, kind. Het gaat het er niet worden. Nee. Nou, kom dan. Zo naar ik de handdoek, ja. Ik had de handdoek toch niet goed, hé. Hey. Kereltje. Ja. Zo lief ook, hè. Ja. Hè? Ach, lieve toch. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg gewoon welterust. Slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En dankzij, nou, moet je wel mee willen werken. Dan via deze meneer. Hè? Dit meneertje Kandalfie. En de dames, hè? Rijka en Elwin. Zeggen we ook welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons te wachten. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!